Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lease. Goedemorgen, welkom bij deze speciale oorlevering van Bien Sport. Een oorlevering die volslooien in het ramstiet van de Frieske Twastriet. De wedstrijd die snoien spelen wordt in het Abelense Stadion tussen Jereveen en Cambuur en Theo Timmermans. Begint het al een beetje te kriebelen, jongen? Dat is een retorische vraag. Het kriebelt al wieken. En wij verneemt het al, jongen? Komen de mensen naar die taal die zeggen van Theo, jongen, we hadden zin, jongen? Nou, op een gegeven moment, Oerowestkomst, iedereen had het erover. En je zus dat ik wel bij de training. En het is gewoon ja, beleving rondom in heel Friesland. We praten aan zijn oer, de Frieske Derby. Dat dochten we on tafel met de onvierde van Cambuur. Dat is Sjoerd Overgoor. Maar Joop Gal, nevens hem zelfs misschien wel de ideale trainer van Sportclub Jereveen. En mij Wim de Ron, de enige hier on tafel die het en de Frieske Derby en in de Champions League spelen had. Welkom, dit is Bien Sport, met alles over de Frieske Derby. Fantastisch zondagmorgen tegen Heerenveen om aanwezig te zijn in het Abelenstra Stadion. En dit lijkt op een start die kan leiden tot een strafschop. Dat is een strafschop, althans hij geeft hem. En Heerenveen staat voor binnen de minuut. Advin probeert buitenom te komen bij Vitas. Oh, die speelt het in 2-0. En hier gaan de felicitaties al rond op de tribune alsof dit duel beslist is. Albert Roesnak. Langs de muur, dan moet er Kansing erin. Staan de twee elkaar in de weg en zijn het uitgerekend de twee die tot nu toe niet in de wedstrijd zitten. Dit weer een wedstrijd maken. Roesnak. En daar is de gelijkmaker Vieetje Reinend. En de eerste Friese confrontatie dit seizoen eindigt onbeslist in het Abelenstra Stadion. Ja, heren, welkom hier in het Bien Sport Café. Ja, Sjoerd, als je deze beelden zo ziet, dan kan je bijna niet wachten, hè? Nee, zeker niet. Ik heb ontzettend zin in. En ja, als je deze beelden bekijkt, smaakt het ja, alleen maar naar meer. Ik wil eigenlijk morgen wel beginnen, ja. Ja, morgen is eerst nog de training. Heb je enig idee wat jullie allemaal te wachten staat? Ja, ik heb het al wel gehoord en deze week ben ik al door veel supporters aangesproken in de supermarkt of thuis gewoon de postbode. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben bij Eagles gewend dat er 300-400 man zitten, maar het schijnt morgen heel druk te gaan worden. Ja, ja, dit is vorig jaar, hoe het vorig jaar eraan toe ging voor de derby. 7000 mensen verwachten ze nu. Ja. Hoe was het bij jullie vroeger, Wim? Waar kwamen er ook zoveel mensen op af? Ik kan me niks meer herinneren van die trainingen dat er mensen stonden. Ja, wat er gebruikelijk bij die oude mannen die te staan. Maar voor de rest volgens mij niks. Nee? Nee. Deze taferelen hebben jullie eigenlijk nooit meegemaakt? Nooit. Je speelde er midden jaren 90? Ja. Maar ik heb dit nooit meegemaakt. Nee. Nee. Geeft dat wel iets extra's, Sjoerd? Ja, sowieso. Ja, je voelt het aan alles, laat maar zeggen. En je voelt de spanning al de hele week eigenlijk. Normale wedstrijden heb je een normale week alleen. Nu merk je aan alles, en zeker ook met de supporters, dat het wat extra's geeft. En dat voel je gewoon aan alles, ja. Joop, jij als relatief buitenstaander, nou ja, je hebt natuurlijk wel bij Heerenveen gevoetbald. Absoluut. Volgens de kennis ook absoluut kandidaat om misschien wel Foppe de Haan op te volgen. Ik voel me geëerd. Je voelt je geëerd. Hebben we het straks misschien nog eventjes over. Maar is dit voor jou ook een wedstrijd waar je naar uitkijkt? Absoluut. Dit zijn twee rivalen puur sang. En je hebt er niet zoveel. Hè. Je hebt het Ajax Feyenoord, Eagles Zwolle en dan doel ik op de Eredivisie dan, die tegen elkaar kunnen spelen. We hebben natuurlijk de semi-derbies gehad, Groningen, Heerenveen, omdat Cambuur nog niet gepromoveerd was. Maar dit is, je voelt aan alles dat dit nog voor de beide ploegen nog erger is als Ajax Feyenoord. Ja, want Wim, daar heeft hem spelen. Meerdere ja. Keren. Ja. Eigenlijk de enige ik on tafel, mezelf maar rekenen. De enige on tafel die de derby spelen het. Heeft er nog tips voor Sjoerd? Nee, gewoon rustig blijven. Gewoon scherp in de wedstrijd beginnen en de eerste 10 kwartiertje doorkomen. En niet zo snel achterkomen. Dat is al te vaak gebeurd bij Cambuur. Dat is in het begin even stonden te slapen en dan moet je achter de feiten aan. Nee, het bent een strafschop die je dan tegenkrijgt of zo. En ja, je moet gewoon scherp beginnen en proberen op de helft van de tegenstander te starten. En niet in je eigen 16 gelijk belanden, want dan sta je gelijk onder druk. En dan wordt het in het begin lastig, maar je moet proberen zo snel mogelijk van die goal af te gaan spelen. Ja, wijze tip, wijze les van Wim de Ron, jarenlang doelman bij Cambuur. Even het bewijs, zullen we even kijken. Wim de Ron in dienst van Cambuur tegen Heerenveen. Even voor de mensen die het niet meer weten.
Ja, ik weet niet of jij het gezien hebt, maar ik zeg alleen maar goals van Heerenveen. Ja, dat is meestal bij keepers. Hè? Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar het was niet echt jouw wedstrijd dan? Of heb je ook wel de beker kan ik me nog herinneren? Die fout die kan ik me nog wel herinneren. En die wedstrijd werd 1-1. Dat weet ik ook nog wel. Dat we op laatste hebben we nog op tweede helft maakten we de 1-1. En toen maakte ik nog wel een redding, heb ik gehoord, maar ik kan me niet meer herinneren. Want ik heb gehoord in een van de week ergens een stukje gelezen in een interview of zo, stond in de Leeuwarden. En, maar het waren altijd, wat ik me wel kan herinneren van die wedstrijd, dat het altijd koud was. En dat zag je ook in deze wedstrijd. En de bekerwedstrijd was ook stervenskoud hier in Leeuwarden. Hoeveel derbies heb je gespeeld daar? Ik, volgens mij vijf. Ja, vijf. Twee keer competitie. Uit en drie keer thuis. En hoe vond je dat als keeper? Ja, je voelde de spanning voelde je wel in die wedstrijd. Ja. En ik was al natuurlijk, bij PSV was ik al wat gewend in. Met die wedstrijden om voor publiek te spelen, dat er zoveel druk op stond. Maar ja, dit leefde wel heel erg toen in die tijd ook al. Nog minder voor die wedstrijddag. Maar op de wedstrijddag deed je die spanning voelde je wel. Ja. Ja, we krijgen trouwens nog oranje koeken trouwens. Dat werd u deelt van de banketbakker. De beste oranje koeken van Friesland. Van Thij de Boer. Goeiedag. Ja, zal ik een stukje pakken? Pak wel een steentje. Nou, uitstekend. Heerlijk. Ik zei je nee. Hey Joop, je hebt ook 1 jaar gespeeld bij Heerenveen. Wat is daar het meeste bijblun in die periode? Oh, dat er ongelooflijk veel, na de promotie natuurlijk, hè, van Heerenveen. Heeft Heerenveen een groot aantal nieuwe spelers aangetrokken, waaronder ik. Maar ook René van der Rijp, Harry Deschever. Mario Been. Mario kwam een jaar later. En, zal ik hem straks pakken? Maar de toewijding in het oude Abelensa stadion, dat wij punten hebben verloren doordat het publiek ons bij een gelijkspel zo nog opzweepte, dat we gewoon de deksel op de neus kregen en alsnog uit onervarenheid die wedstrijden gingen verliezen. Dat was dat jaar dat we in de winterstop 4 punten hebben en op 1 goal degraderen. Terwijl we na de winterstop bijna alle wedstrijden winnen. Toen kwam de beroemde Rodion Kamataru in januari aan keutelen. En ik denk van, wat is dit? Hij was Europees topscorer vanuit Roemenië. Dat was in die Ceausescu-tijd. Maar ik heb mijn beste seizoen gespeeld bij Heerenveen. Als linker middenvelder met Rodion Kamataru. Ken je hem nog, Rodion Kamataru? Zegt hij namelijk wat? Ja, dat zegt me wel wat. Ja? Geen idee. Nee, geen idee. Dat was echt een hele goede. Dat was echt een enorme bier van de fans. Ja, want ik denk, dat is in die Ceausescu-tijd Europees topscorer zijn gewoon gekocht. Maar die man kon gewoon verschrikkelijk goed voetballen. Ja. Hey jongens, even wat oors. Even naar de actualiteit. Want Justus speelde Jereveens in Helmond Sport. Jereveens zit nu bij de laatste section. Speelt het nootje in Rode JC. Ze ging dus terug. Maar het praat naar Aurink hier vooral hoe die rede kaart van Henk Veerman. Heeft dat het zoen? Die rede kaart? Ja, haksjoen. Ja, ik jubel kan met Henk praat. Maar, wat zei hij? Nou, dat is niet dom natuurlijk. Ja, dan kleed wat voorop ik zei. Hè. Fout is een fout. En kleed mij daar niet meer in beroep in. En dus dat vind ik gewoon een goede keuze van Jereveens om dat zo te doen. Ja, maar het is wel een domme actie. Ja, het is gewoon dom he, van Jereveen en ik. Die missen nog bij de spits. Nou, nog maar tevreden zijn met wat hier in huis had om het publiek op te zwepen en 3 punten voor Jereveen binnen te halen. Ja, Veerman is er dus Savisa net bij, in Cambuur. Van de morgen winnen we even om de training, om even de stemming te peilen. Van de morgen 10 uur, maar geen foppen te vinden op Sportpark Squatter Waard. Jereveen had gisteren de bekerwedstrijd spelen en de man die 90 minuten maken haar, zitten binnen op de fiets of doggen gewoon yoga of ontspanningsoefeningen zoals Fop het zelfs neemt. Op het veld zogen we wel tevreden, die snijden waarschijnlijk spielen omdat Veerman dus kost is. Hij kreeg juste tegen Helmond Sport een rode kaart. Van de midden in de passenseel, voordat bekend is wat hij kost wordt of net, lezen de meanings van Foppen en Veerman nogal uit elkaar. Ja, ik vind het geen rode kaart, omdat ik geen slaande beweging maak. Ik zet wel gewoon hard mijn lichaam erin. Maar dan nog, kijk, als hij ook gewoon naar de bal toe springt, dan heb je gewoon een normaal duel. Domme actie. Gewoon hartstikke dom. Hij werd geïrriteerd en er werd ervoor weer wat gebeurd, ik weet het wat. Maar er werd wat gebeurd. En er werd trouw geïrriteerd en de sjost en alles dat er, van een soort ja, onbehouden actie geeft. Ik heb begrepen dat familie om 1 uur er dan een uitspraak komt, over de schorsingen al dan net. Je kind dan in beroep gaan. Wat vind je als club zijn dat je dan dwammatte? Net, dat iedereen zegt, ik kan duidelijk zijn. Dit zal zeer waarschijnlijk de opstelling worden. Dezelfde als je in Willem II en Helmond Sport, maar dan zonder Veerman en dus mooi de spits tevreden. Van het eerst zoent 2000 spelers Foppen werden een derby tegen Cambuur.
Hij maakte hem 60 keer mooi, verleert 2 keer, speelde 100 keer leek en woon maar liefst 100 keer. Marco van Basten beschouwde de wedstrijd in zijn tijd nog wel eens als één van de vierden 30. Een gewone, zeg maar. Maar Foppe toch dat net. Uit zijn eerpunt kon je dat wel begrijpen, hè? Want daar hebben een grote wedstrijd via Ajax Feyenoord of zo. Of nog groter ergens in Italië. Maar goed, voor u zit het net zo. Nou, dat snap ik dubbels goed. Ja, tevreden dus in de punten en geen Veerman. Ik had zelf het idee, het komt Foppe misschien wel net niet zo raar uit. Want tevreden is misschien wel een betere spits als Veerman. Nee. Niet? Nee, dat klopt niet. Want hij is zeer tevreden over het niveau van Veerman van de laatste weken. En de andere, die heeft al een groot aantal weken niet gespeeld. Dus daar zit geen ritme, minder ritme in mijn ogen. Dus ik denk dat Foppe toch had gehoopt dat die rode kaart niet had plaatsgevonden. Maar waar is de betere spits, Visto? Veerman of tevreden? Ja, kijk, appels en peren kan je niet vergelijken. Ze hebben alle twee een heel andere stijl. En Veerman is gewoon heel erg onvoorspelbaar. Die kan de mooiste goals maken uit hoeken waarvan je niet denkt dat hij het kan doen. En hij kan de grootste kansen missen. Ik ken hem natuurlijk ook uit het verleden. Toen ik nog trainer-coach was van, in de Jupiler League. En, ja, hij is onvoorspelbaar. Hij kan zomaar uit de hoek komen en je wordt compleet verrast. Ja, Wim met Visto? Ja, hij heeft er wel gelijk in. Ik vind op dit moment is Veerman gewoon beter. Die heeft ritme en die doet het gewoon de laatste weken gewoon goed. 4 goals. En zijn gewoon, die stijgende lijn zat er gewoon in. En bij tevreden is het gewoon afwachten hoe die er op dit moment in staat. Ja. Is de hand van Foppe ook al een beetje zichtbaar? Visto, dat ik? De hand van Foppe is zeker zichtbaar. Dus een nieuw proces zit er eigenlijk in ingang. Nadat de wijd voorgang is. Volle meer individuele training. Dus meer op persoonsgericht. Ja, dus is gewoon dat merkste ik dat er meer drive is. Dus er komt weer een lietse drive in. Maar dat is gewoon een proces. Dus dat kan nog een tiertje door je. Voordat het echt langdurig, duurzaam effect had. Maar dat is gewoon het wordt wel beter. Ja. Ja. Volg jij dat ook zo, Sjoerd? Kijk je dan ook met een speciaal oog naar Heerenveen om te kijken van oké, ze hebben daar dus nu een nieuwe trainer. Hoe gaat het dan? Gaat het ook inderdaad zichtbaar beter? Ja, ik heb het wel gekeken, inderdaad. Ook omdat deze wedstrijd op het programma staat, heb je Willem II gekeken. Gisteren werd dan helaas niet uitgezonden, dus heb ik het niet gezien. Maar wat valt je dan op als je naar Heerenveen zit te kijken? Ja, ik zie weinig vertrouwen bij die ploeg. En ze spelen opportunistisch op Veerman als een soort kapstok. En vanuit daar willen ze dan gaan voetballen. En dat hier ik zijn ook bij Cambuur spelen. En hier ik zijn dat Heerenveen je vertrouwen had. Dat hier ik zijn, Sjoerd. Ja? Dat had ik ook gezegd. Ja, ja. Ik zal het even in het Nederlands doen. Nee, maar zo lijkt het wel. Ja, sorry, ik kan het niet altijd goed verstaan. Maar had er een punt? Ik bedoel, Heerenveen is toch echt een ploeg die spelen met zonder zelfvertrouwen? Nou, dat is... Dat is misschien wel zo, maar de derby is gewoon een andere wedstrijd als een andere wedstrijd. Ik bedoel, wie kan wel zeggen van ja, die ploeg is net in vertrouwen. Maar kijk, hoe het op die dij, hoe ging je daarmee om? Hoe ging je met de spanning om? Hoe ben je mentaal? En dat is belangrijk. Maar ik heb het nu over inderdaad de laatste wedstrijden, dat het weinig vertrouwen uitstraalt. Maar inderdaad, zoals zondag is echt een wedstrijd op zich. Ja. En dan kan alles weer keren, zowel voor Heerenveen als voor ons, denk ik. Ook wij zitten niet in de beste periode, maar ik denk dat zo'n wedstrijd wel alles kan veranderen. Ja, Joop, want ja, jij bent in beeld, kandidaat om eventueel trainer te worden. Ja, dat bepalen wij nu gewoon aan deze tafel. Dank je wel. wat is Stono Oorstwan dan? Nou, ik weet niet ik kan het niet inschatten, want je bent niet dagelijks bij de training. Ik ken de spelers redelijk. Ik heb er... Maar dat is juist echt een ploeg zonder vertrouwen. Nou ja, wat Sjoerd zegt, alles staat op nul in een derby. Echt alles staat op nul. En je kan ook zomaar weer door middel van een overwinning op Cambuur het hele vertrouwen weer terugwinnen. Dus dat, maar het zit op nul. Dus iedereen, er komen andere krachten en machten naar boven. En iedereen heeft het erover, je hele omgeving heeft het erover. Dit is de wedstrijd van het jaar. Met die in eind januari is het weer koud. Ja. Trouwens, eind januari zit je in Ljouwert. Friesland is bijna altijd koud, toch? Valt wel mee. Okay. Maar ik kan niet, omdat ik er van dichtbij niet bij ben. Ondanks dat ik een maandje of twee geleden wel een volle week ben geweest. Ik ben meegelopen. Dat was voor mezelf een persoonlijke APK-keuring, noem ik dat. Maar ben je gebeld? Heeft Hans Vonk jouw nummer? Als Hans Vonk mijn nummer? Oh, dat weet ik niet. Dat is niet onbelangrijk in deze. Nee, dat klopt. Dus ik zal hem niet zelf bellen, want dan vind ik een beetje te bij de hand. Joop, wat zijn eigenlijk de drie punten dat jij opnoemt van... ik ben de ideale coach voor Heerenveen? Daar ben ik wel benieuwd. Nou ja, als iedereen al benoemt dat Heerenveen geen zelfvertrouwen meer heeft... en wat is nou zelfvertrouwen? En dat kan in deze wedstrijd van aanstaande zondag gewoon weer veranderen. Maar ik ben een relatiegerichte trainer, zeggen ze. Een teambuilder. Ik steek heel veel tijd en aandacht aan het individu. Ik vind ook dat disciplines heb ik hoog in het vaandel staan. Dus ik zou daar met mijn kwinkslag in Sjoerd, nou, die heb ik nog van de Graafschap weggehaald naar de Eagles toe.
Ja, die heb ik maar niet lang meegemaakt, want ik ben er even daarna ben ik erg mee gestopt. Maar ik kan met mijn ervaring, want ik ga natuurlijk al 20, 25 jaar mee, kan ik natuurlijk wel een team smeden in die zin. En dat ik het individu behoorlijk kan prikkelen. Ja. En dat ze tot grote hoogtes komen. En dat doe ik met een beetje humor en dat doe ik op mijn eigen manier. Ja. Maar hard werken en fysiek, conditioneel in orde zijn, dat heb ik al de laatste jaren hanteer ik dat. Ja. Ontzaffie, dit is de sollicitatiepeteer. We gaan eventjes naar Cambuur. Want ja, de grote vraag natuurlijk bij Cambuur is, speel het ook Betje? We winnen van de moment de training. Lid WWC, jongens. Hier zit er net. Maar hier ook net. En ook op het veld kennen we hem net vinden. Bartholomew Obetje traint Jood net mij bij Cambuur. Likos Martijn van der Laan. Beide binnen onwis van de derby. Trainer Henk de Jong zocht daar bot naar uit. Ik vind elke wedstrijd mooi. Vooral als je toespelen, maar dit uit ik heerlijk. Hè? Als hij in die stadion speelt van Ajax Feyenoord of Heerenveen uit, mag het mooi, jongen. Dat staat mij makkelijkst. Als trainer of als speler, en zeker in Heerenveen, dat is uniek. Wat Stijn Spieliers wil, wil Henk de Jong net zitten. Dit zal naar elke dag in de basis wezen. Xander Houtkoop zal de verwachte vervanger wezen van Ogbetje. Op Rios Beck speelt Javan Andersson mogelijk voor Marlon Pereira. En gelukkig, de spelers beseffen het belang van de wedstrijd. De derby is wat dat betreft wel een wedstrijd op zich. Het is gewoon een hartstikke mooie wedstrijd die voor de supporters en voor ons gewoon leeft. En met zo'n lading erachter hebben we die wedstrijd natuurlijk winnen. Dit is niet zomaar een wedstrijd en dat voel je aan. Maar ik bedoel, ik vind het heerlijk dat ik dit mee mag maken. Ik denk dat het een droom is die uitkomt om zo'n mooie wedstrijd te mogen spelen. Het leven bij de jongens. Ik ben van de week direct mee begonnen om het beeld te laten van vorig jaar, van de training. Nou, daar geven we deze week wel mee terug. We proberen ze wel een beetje gek te maken op een goede manier. Hè? Net dat we domme dingen doen. Maar wordt het ze in de gaten, nou, we spelen hier voor ons publiek. En die wil graag dat we winnen daar. Mooi, dat we de samenvatting van de training van de moment. Maar Joop, daar Joost er helemaal niks van, hè? Deze opstelling. Nee, Burns speelt. Burns speelt. Ja. Nou, er is maar één die het weet aan deze tafel. Dat is Sjoerd. Kijk Sjoerd aan, hij begint ook. Kijk maar naar zijn lach. Ik is klaar. Ik weet het. Maar is het Montero of Burn? Dat is bij ons wel bekend, maar bij jullie nog niet. En gaan we graag zo houden. We willen Heerenveen verrassen. Dus jullie moeten allemaal wachten tot zondag. Ja, keurig antwoord. Maar eventjes de grote vraag, want dat weten we eigenlijk nog net. Speelt het Ogbetje ja dan nee? Cambuur zonder Ogbetje, dat is toch een wereld van verschil? Is 30% verschil. 30%? Vind ik van wel. Want wie moet dan de goals maken? Vorig jaar was Van de Streek. Dus voor tijd dat hij opgestaan. Ja. Vorige week speelde hij wel goed, moet ik zeggen. Maar dat is het verschil op dit moment bij Cambuur. Ja, het scorend vermogen, dat is lastig. Daar heb jij vorige week ook even een voorbeeld van gegeven tegen ADO Den Haag. Maar dat blijft lastig, de goals maken. Ja, dat klopt. En dus, met ook Betje met Bie hebben daar wel een goede aan die ze er wel makkelijk in legt. Maar ik heb de overtuiging dat we er meerdere spelers het hebben. Alleen. Ik denk ook, ja, zodra die eerste erin valt, dat het dan gaat komen. En dat duurt bij ons wat langer. We missen veel kansen. Maar, we hebben net over het vertrouwen gehad bij Heerenveen. Heerenveen is een ploeg zonder vertrouwen. Ja. Jullie hebben nog geen enkele wedstrijd gewonnen. En nee. Toch is dat bij jullie minder. Ja, het is bij ons anders. We zijn natuurlijk minder goed begonnen. Alhoewel we wel goed begonnen met Zwolle uit een puntje. Maar we hebben een paar mindere wedstrijden tussendoor gehad. Alleen we hebben nu wel weer de stijgende lijn te pakken. En, ja, je kan het zeggen, we hebben 5 wedstrijden op rij nog niet verloren. Dus je kan het ook positief bekijken. Dus bij ons zit er een stijgende lijn in. En ik voel wel het vertrouwen dat we op de drempel zitten van een overwinning. Ja, want Wim, als dat Sjost naar Cambuur, wat valt hij dan op? Nou ja, dus wat ik net zei, ze scoren moeilijk. Maar ze hebben ook een hele zware competitiestart gehad. Hey, en de laatste 4 wedstrijden voor de winterstop, dat zijn echt ook de wedstrijden waar ze de punten moeten gaan pakken. Dat zijn ook de wedstrijden en de tegenstanders die ze krijgen, waar ze echt de punten van moeten halen. En deze wedstrijd is natuurlijk altijd speciaal, maar die 4 wedstrijden, daar gaat het voor Cambuur echt heel veel van afhangen. Ja. Of ze dan naar boven kunnen gaan kijken of echt moeten gaan kijken van die onder ons staat, hoe ver staat die nog weg. En dat geluk heeft Cambuur ook wel natuurlijk, dat de Graafschap er nog in zit.
Wat het mooiste is, om daarop in te hekken, de laatste vier duels gewoon minstens 3 goals in de derby. Nou, ik bedoel, dat belooft een spannende wedstrijd te worden. Ja, maar nou, bijvoorbeeld Van der Laan, ja of nee, is onduidelijk. Wordt het Montero of toch Burn? Obetje, kinderspielen, dat rekendien van Henk de Jong. Begreep je dat? Ja, dat begreep ik heel goed van Henk. Ja, begreep ik heel goed. Want ze foppen doet dat ik. Niks prijs aan. En normaal gesproken is foppen heel iepen. Je zou het ook, en dan is hetzelfde opstelling, Jim Willem II, zetten ze gewoon op de clubsite. Maar nou met Jim Cambuur is het al een beetje geheimzinnig. Ja, klopt. Ik snap dat wel. Ja. Gewoon zolang mogelijk in de ongewisselheid. En Joop die is ook lang training geweest. En Joop, je laat het niet altijd blijken. Ik heb het altijd laten blijken. Altijd laten blijken? Jij vindt het helemaal niks? Okay. Nou, niks. Als ik ooit de opstelling niet prijsgeef, zijn er problemen. Dat is één argument of ik speel een Champions League finale, maar... Die kan je ook wel een beetje vergelijken nu. Hè? Je wilt niet te veel blootgeven aan als Houtkoop of Obetje speelt. Dat is nogal een wezenlijk verschil. Ook voor Heerenveen. Maar je gaat niet twee twijfelgevallen erin zetten. Nee, maar ik denk wel dat ze risico's gaan nemen met Obetje. Ja, Obetje gaat spelen, maar Van der Laan gaat niet spelen. Daar gaan ze risico's mee nemen. Dus daar kan ook nog een voordeel liggen. Als hij niet helemaal geheel fit is, kan hij misschien niet het maximale eruit halen. Dus voor Heerenveen weer gunstig. Maar ook Obetje speelt? Ja, die speelt. Ja? Ik ga er wel vanuit. Oké, okay. Burn jongens. Ook. En Burn ook. Ja, Sjoerd? Ik speel waarschijnlijk wel. Jij speelt ook. Hey jongens, we zijn er aan toe. De quiz. De vraag in Henk en Henk Sportquiz gaat over de Frieske Derby. Want hoe vaak wordt de Frieske Derby spelen in de Eredivisie? Is het A, 8? Is het B, 10? Of is het C, 12 keer. Mail je antwoord van waar je naar pint@omroepfriesland.nl en win deze originele Heerenveenbal. Ja, hè? Ja, jongens, en de winnaar van de 2 kaartjes voor de derby van Takkum Snoin, die binvaart Tineke van Gorkum uit Leeuwarden. En noten we toch bij de quiz binnen. Even een quizvraag hier rond tafel. Even een bekende oort Cambuurspeler die het begin jaren zondag 4 keer de Frieske derby spelen. En hij is nou een bekende Nederlander. 70-71 en 71-72 speelde hij bij Cambuur. Het is nu een bekende Nederlander. Geen idee? Ik denk in die tijd dat met Oscar Zijlstra in de goal en zo was Heerenveen ook. Dat is toch geen bekende Nederlander? Nee, maar hij is geen bekende Nederlander meer. Hij is nu op het scherm. Voor mij wel. Wie is dit? Laten we maar kijken, jongens. Staat er maar in. Juist. De eerste derby kan ik me wel herinneren. Dat was hartstikke mooi weer. Toen stond ik in de man, denk ik, tegen Kees Kist, die debuteerde. Dat was echt een jong jochie, zo'n snotneus. En ik had hem uiteraard in mijn zak, hij is niet in de bal geweest. Hè. En er komt een corner, zeg, en we gaan de lucht in en die bal krijgt hij op zijn achterhoofd. Hij wist er zelf niks van. En die vliegt erin, 1-0 voor Heerenveen. Ik had zo de pest in, jongen, dat weet je niet geloven, zo'n snotneus die tegen mij scoort. Cambuur was de grote club in Friesland, hè? En wij keken met wat minachting en dédain neer op Heerenveen, want die speelden lang in de tweede divisie. En ja, dan telde je toch niet mee. En toen promoveerde Heerenveen en toen hadden we plotseling een derby. En dat waren hele nare wedstrijden, want zeker voor Heerenveen waren toch heel veel Friese jongens en die vonden dat zo'n Friese derby gewonnen moest worden. En dat waren nare wedstrijden voor ons. Wij werden haast altijd toch wel min of meer onder de voet gelopen door Heerenveen, die pleurisboeren. Daarom begreep ik zo'n jongen als Derksen niet. Waar is dat nou goed voor om Kees Kist junior een klap in het gezicht te geven? Wie heeft dit gezegd? Dat was de trainer van Heerenveen destijds. Oh, Meg de Jong? Ja. Nou, die heb ik nooit serieus genomen. Het was een duel en we liggen allebei op de grond en Kees Kist, die houdt mij vast, dus ik wil weg en die houdt mij aan mijn shirt vast. En toen kreeg hij een reactie, hij en ik wouden zo opstaan en hij hield me vast. En ik haal uit en ik sla hem zo bovenop zijn bek. En het leuke was, 11.000 mensen die zagen het, behalve scheidsrechter Hoppenbrouwer. Dus dan krijg je zo'n, weet je wel, zo'n reactie van het publiek van daar is wat aan de hand. En die Hoppenbrouwer kijken, maar ik deed net even gek was natuurlijk en toen had je nog geen camera's. Nu heb je 27 camera's voor je geschorst. Kijk, die Kees kwam net kijken en die had een soort airtje over zich van ik ben Mr. Big Star en wie zijn jullie nou wel, hè? En ja, dat viel lang niet zo goed.
dat viel dan niet zo goed. Die jongen die irriteerde me mateloos, moet je zeggen. Op het veld? Ja. Ja. En later heb ik in de Eredivisie ook nog wel tegen hem gespeeld. En dan bleef Kees altijd een beetje bij mij uit de buurt, want ik was volledig door omtoerekening vatbaar in het veld. Hè, want ze konden me helemaal gek maken. Dan schopte ik op alles wat bewoog. Ja, ik weet nog wel dat ik toen wel heel veel problemen had toen we in de pauze. Dan moest je door dat gangetje met het publiek, moest je er binnen. En daar stonden die Heerenveen supporters. En volgens mij heeft Kees Kiss zijn moeder me toen met de handtas voor mijn harsjes geslagen. Die stond daar, want ik dacht dat Kees Kiss zijn moeder was, met een handkas, met zo'n lang ding. En die stond zo te doen en die slaat me zo met die handtas in mijn bek, zeg. Ja, er gebeurde wel wat in die jaren, hoor. Ja, en had je nou witte wollen wat in die de moordenaars van Sportclub Heerenveen wien, zocht dan Bruce op de website daar zit het volsloine interview met Johan Derksen. Sjoerd, we zitten nu zeg maar een ruim dag voor de derby. Hoe bereid jij je nou voor eigenlijk? Ja, het is niet anders dan anders eigenlijk. Ik pak goed mijn rust, zoals vanavond. Wat ga jij morgen doen? Morgen vroeg eerst trainen dan. En smiddags laat ik me altijd na de lunch even behandelen. Mijn spieren goed losmaken. En dan ga ik s'avonds lekker voetbal kijken. En, we gaan voetjes op tafel. Ja, en vroeg chips en cola. Ja, en bier. En, nee. Het is gewoon ja, wel de water staat er. En goed drinken voor de wedstrijd. En, sorry, de water? Water, ja. Ja. Fles water. Ja, fles water staat er. Oh, sorry. Ja, fles water staat er. En, ja, dan gewoon lekker de wedstrijden kijken, lekker ontspannen en dan vroeg naar bed. Ja, nou zijn er natuurlijk ook jongens van Heerenveen. Weet je hoe die zich voorbereiden? Die zitten nu allemaal. Nou, laten we even kijken wat die jongens van Heerenveen doen als voorbereiding voor de kraken tegen Cambuur. Wat ga je vanavond doen? Ja, niks met een paar jongens zo lekker ontspannen. Ja. Ik hoor geruchten over een Halloweenfeest. Nou, het is niet echt een feestje. Gewoon even tussendoor met jongens. Even. Ja, even. Teamgeest omhoog werken. Ik vraag me dan af, hoe ziet Kavlan er vanavond uit? Ja, normaal, zoals ik er nu uitzie. Geen skelet of zo? Nee, geen gekke dingen. Ja, gaat je niet verkleden vanavond? Nee, ik doe niet aan gekke dingen. Het is gewoon even lekker met jongens, even weg. Ja, het is trouwens niet alleen Tjener Kavlan, ook Pelle van Anholt, Slagveer. Er gaat een groepje van Heerenveen-jongens die gaan naar een pretpark. Kan dat eigenlijk, Joop? Ja, tuurlijk kan het. Iedereen heeft zijn eigen voorbereiding, ik bedoel. Maar is het verstandig? Ik wil ook niet een Piet Lut uithangen dat het vroeger allemaal anders was. Maar nu doen ze wel dingen wat ik niet deed. Ik bedoel, ik was zo gefocust op een wedstrijd. Ik speelde hem 3 keer. Maar mijn vrouw hoefde ook geen mensen uit te nodigen. Ik was niet aanspreekbaar. Nee. Wim, jij bent ook van een andere generatie natuurlijk dan deze jongens. Hoe zag jouw voorbereiding eruit? Kan dit überhaupt in jouw ogen? Nee, niet naar een pretpark. Ik heb wel andere dingen genoemd, maar niet naar een pretpark. Jij snapt Foppe de Haan eigenlijk niet dat hij toestemming hiervoor geeft? Als Foppe dit hoort, dan belt hij ze misschien nog wel. Heeft hij wel toestemming gegeven? Thuis komen, no! Ja, dan belt hij nog op dat ze niet mogen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat Foppe dit toestaat. Of moeten we misschien Theo net al eerst een panisch dwan en lid die jongen gewoon, het is vrije tier, lid hun gewoon naar het pretpark daar gingen? Nou, stel je voor dat die jongens zich daar geweldig bij vielen. Waarom zoem je als coach dat dan hebben? Bij wie ze van? Ik zei, als Foppe daar toestemming van Joen had, of wat dan ik. Ik bedoel, die bereiden zich wel ons voor op een wedstrijd. Nou, die jongens echt, om jou, ik word er graag aan. Afleiding is voor iedereen anders. Misschien zijn ze wel zo gespannen voor zondag dat ze even iets anders nodig hebben. Spanning opzoeken. Ja, schrikken doen ze niet meer in ieder geval. Nou ja, misschien schrikken ze zondag nog wel meer van ons dan. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Hey, nou we toch hoe de wedstrijd hebben. Eventjes de koning van de Toto, meesterfascister Johan Derksen, hoe de Frieske derby, wat hij denkt wat het willen zien. Johan Derksen. Bij Cambuur, het zijn eigenlijk allemaal eenheidsworsten. Ze hebben een aardige conditie en ze doen hun best, maar de creativiteit is ver te zoeken. En als ik Heerenveen zie voetballen, ook als die verdediging van Heerenveen zie, dan denk ik, ja, wat een stelletje softies is dat. En het zijn nu allemaal van die jochies, hè. Er is toch geen spits die tegen Heerenveen het veld opkomt en denkt, oh, ik moet vanmiddag uitkijken, want daar staan er een paar. Hè, daar staan een paar van die teenagers. Die even de koptelefoon afzetten als de wedstrijd loopt. Ja. Dus een uitslag gaat u zich niet aan maken? Nou, als jij dat wil, dan wil ik dat wel doen. Dan
dan kies ik voor mijn oude club, hè. Eindelijk mijn grammes halen op dat Heerenveen. 1-0 voor Cambuur. Kijk, 1-0 voor Cambuur. Maar wat, of eenheidsworsten? Ja. Ken je niks mooi? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Hey jongens, hij denkt Cambuur, Cambuur wint met 1-0. Wat is even de stemming peilen? Wat denk je, Joop? Op welke ploeg maakt het op Dij nou de sterkste indruk? Nou, dit wordt een tactisch sterk antwoord. Je begrijpt toch wel dat ik een telefoontje verwacht? Ja. Wat ga ik dan zeggen? Nou, ongeveer een nulletje, nee, of, nulletje ik, of twee. Ik ben er een week geweest. Ik heb een verleden bij Heerenveen, dus mijn voorkeur geniet Heerenveen. Dus het wordt een 2-1. 2-1. Wim? Ja. Ik denk een 2-2. 2-2. Ja. En Theo, op welke ploeg maakt het nou op Dij de meeste indruk? Nou, ik ga Cambuur eigenlijk zien. Dan moet je op basis van de voorgaande wedstrijd maar je zien dus, he, van wat ze dienen hebben. Nou, ik denk dat Cambuur een beetje verder is. Maar dat, het wordt weer een wedstrijd op zich. En, en bal is rond. Kat het nou, nee, maar hoe je de spelers om met de weerstand. He? Om het veld, in het veld, scheidsrechter, medespelers, publiek. Hoe je het publiek reageren. Voor het dier, wie er al naar je 8 tel of 10 tel, nou, wie er een penalty. Dat bedoel ik dus. He? Toen wie het die komt alleen nog op Leonard. Leonard niet. En zo, nou, hup, die pakt hem eigenlijk, rekt hem goed. Zei er daarna ik eerlijk in maar de media. Dan, maar dan hebben ze dus al die spiegelingen, Faro. En dan binnen 12 seconden is alles tactiek je hoopt wel dat het een wedstrijd blijft. Dat de spanning op en top blijft. Daar komt iedereen voor naar het stadion. En dan gaat iedereen ook voor de buis zitten. Niet dat er na één minuut al een rode kaart aan te pas komt. Dat de hele wedstrijd versteerd wordt. Dat zou jammer zijn. Ben je nou ook extra gespannen? Dat je daar nou in die catacomben staat en dan hoor je het, hè, dat geluid en die mensenmassa en dat vak daar met allemaal Nederlandse vlaggen en de rest. Je bent natuurlijk wel een vijandelijk terrein, voor de duidelijkheid. Ben je dan ook extra gespannen? Ja, je voelt het wel iets meer, de spanning, de adrenaline voel je meer met zulke wedstrijden, denk ik. Dat heb ik meegemaakt bij de Eagles al, de haat voel je dan van de Zwolle supporters. Ja, de IJsselderby. Verwacht je eigenlijk iets soortgelijks? Nou, ik dacht het eerder altijd wel dat het uniek was wat bij Eagles Zwolle gebeurde. Maar ik denk dat het nog vele malen erger zal worden zondag. En, dus ik denk dat het dan niet te vergelijken is zelfs. Nee. Het is erger, hè, Wim? Ja. Ja, ja, dat geloof ik. Ja, maar wie stoot dan extra gespannen, Wim, als dat het hier is? En dan moest je... Nou, ik weet wel dat ik niet mijn beste wedstrijd heb gespeeld. Dat weet ik wel. Ik vond het nooit prettig om in Heerenveen te voetballen. Waarom dan niet? Ja, weet ik niet. Ik had niks met het stadion. En je hebt gewoon ploegen waar je gewoon niet lekker tegen voelt. Waar je al een bepaald voorgevoel had. En ik had nooit het beste gevoel toen als ik naar Heerenveen moest. En waarom, weet ik niet. Want ik was vrij nuchter en ik was eigenlijk nooit zenuwachtig. Maar ik had nooit een goed gevoel daarbij. En dat is altijd gebleven. Ik weet het niet. Nee. Nou ja, op de radio doen wij zelfs Wiert Weidig verslag van deze wedstrijd bij Omroep Friesland. Van de derby en van alle omballings. Collega Geert van Thun en ik zitten dan in het stadion. En hoorden jou van alles opperhichten wat mij de derby te krijgen had. Nou jongens, een derby zonder spitsen. Nee, we zijn al... ook Betje speelt, hè? Ja. Ook Betje speelt. En? Burn speelt. Burn. Burn speelt ook. Ja. Zijn we nu ook over. Ik weet het 100% zeker. 100%. Heren, we zijn on the line. Dat is het publiek. Dat binnen de deetjes van Frensje. Nog even een applaus. Ja. Kampioenen in de dop. Waar weet ooit nog wel eens een keer een mooie takkomst bij Waar Wit of Cambuur of bij Heerenveen. Heren, tiegetank voor je komst naar het café. En jij heel veel succes zondag. Dankjewel. Ons Zafir, Bien Sport, het café, hier, alles, Oude Fiske Derby. Ons Jen, dag. Ja, klopt. Heerenveen en Cambuur. De bliksem, dat wordt een derby, hè. Dat gaat de bob op en eronder. Nou, dat is echt een gelijk spul. Ingelijk. Die beide Friese ploegen moesten niks halen. In de eerste divisie blauwe, vind ik te missen. Wat denk je ervan, Joke? Nou, ik net. Dan ben ik net niet eens. Bient Sport. Waar het mij mogelijk maakt door Friesland Lease.